Goedemiddag beste sportvrienden, welkom hier te Bomheide voor de openingswedstrijd van onze Vlaamse wielrijdersvereniging. We krijgen hier 52 deelnemers aan de startlijn. Ja. Jongens, 15 ronden. De eerste drie van elke categorie hebben we straks nodig voor de huldiging. 1, 2 en 3 per categorie. Jongens, en dan uw aandacht. Qua vergunning aanvragen, wedstrijd aanvragen en zo. Van alles te laten passeren, zoals je met een vraag ziet. Of je een opmerking stuurt dat via info@vlaamsewielrijdersvereniging.be. Dan zijn we zeker dat het aankomt en dan krijgen we dan weer. Aangezien dat Marit regelmatig in Duitsland vertoeft, is het voor ons ook gemakkelijker om alles op te volgen. Voilà. De piloot laat maar van start gaan. Oké, jongens, succes ermee. Opgepast voor de voorstheuvels hier in de aankomstzone. Voor die vluchthevels hier in de aankomstzone. Jean-Paul de Busser, 29 Rudy Breinzeels, 31 Peter Tox, 33 Guy van Laar, ja. 38 Alain van Woensel met het nummer 40 Wim van Michel. En we krijgen hier voor de eerste maal onze pilootwagen van de Rijnmondse wielervrienden. En we hebben een man of zes met een lichte voorsprong. Einde van de eerste ronde. Einde van de eerste ronde. Voilà, voilà. Einde van de... We hebben hier een afscheiding gekregen. Wat op! Met Tom van Eyck met de nummer 102. Einde van de tweede ronde, jongens. Oh, kijk. Wel. Zelfs het. We hebben hier Peter Dox in de achtervolging. De vogelwagen van de garage Vermand, de Mechelen Runst.
de 16 koplopers en dat is op 25 seconden. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 achtervolgers. Dan krijgen we hier het peloton. Zij volgen op 33 seconden. Nog 12 ronden, jongens. Nog 12 ronden. We gaan hier naar rondetijden van 5 minuten 30. We hadden een voorsprong van 25 seconden, jongens. Einde van de vierde ronde, nog 11 ronden. Einde van de vierde ronde. We hebben een voorsprong van 40 seconden. Iets trager, een rondetijd van 5 minuten 40. We hebben een voorsprong van 40 seconden. 40 seconden de voorsprong. Zij zijn opnieuw dichter gekomen. We hebben 36 seconden. 5 seconden weg, jongens. 5 seconden dichter gekomen. Nog 10 ronden. Nog 9 ronden, rechtsaf draaien, dan zien ze zij allemaal mee. Voilà, nog 9 ronden, jongens, nog 9 ronden. We hebben 53 seconden. Voilà. De eerste tegen 56. Wij komen op 8 ronden van het einde. 8 ronden van het einde. We hadden 50 seconden. Voorsprong 50 seconden. Ja, voorafgegaan door onze politiemotaar van de zone Bodycap. We krijgen hier Peter Doks aan het commando. Nog 8 ronden. Ja, we hebben 1 minuut.
Ook nog afronden voor onze Volvo-wagen van de garage Vermand. Nog afronden voor onze hulpdiensten van het werk. En we hadden een voorsprong van 1 minuut. Zijn aangekomen in de wassen voordat de reis erbij hangt. Ja. Ja. Krijgen we over elkaar. Dit is voor je punt voor wat daar. Wat moet jij dan doen? Wat is er achter aan je zoekelen? We gaan naar 1 minuut en naar 1 minuut in de bak. 1 minuut, dat is 10. Nog 7 ronde is. En hier opnieuw naar een rondetijd van 5 minuten 40. We hebben een voorsprong van 1 minuut. Een voorsprong van 1 minuut. 7 ronden van het einde. Ja, we gaan maar 1 minuut en 5. Nee, 5 seconden bij. Ja. Nog 7 ronden, jongens. 7 ronden. Ronde van het einde. Vijf ronden van het einde. Met 5 ronden. Krijgen hier het peloton. Ook zij komen op 5 ronden van het einde. Ja. Met onze 16 koplopers. Nog 4 ronden. Koplopers. Nog 4 ronden, jongens, nog 4 ronden. En we hebben 9 seconden. 9 seconden de achterstand. Allemaal. 4 ronden van het einde. Dan krijgen we hier 4 achtervolgers met de kapitein, het commando. Freddy van Genechte erbij. En dan heb je nummer 15. We hebben Hans van Bouwen. Nog 4 ronden, jongens, nog 4 ronden. En opnieuw 16 koplopers. Parijs-Roubaix hebben we nog 2 koplopers. Met 23 seconden. Jelle Wallijn is er nog bij, maar de tweede, dat weet ik niet. Chabanel. Nog 3 rondes, jongens, nog 3 ronden. Nog 3 ronden. 5 voor de hulpdiensten. Nog 3 ronden, jongens. Nog 3 ronden. Nog 2 ronden, jongens. Met de Vito Pauwel van het commando. Nog 2 ronden. En we hebben Chris. Van de Belgische bloeden, van de leren, Kies van de bloeden. Ah ja,
zijn goed blij. Ja, de laatste ronde met Chris Mietvrouwen aan het commando voor Ivan Verschuren. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Ja. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Freddy van den Echten en met het nummer 21. Kom op, de week. De rest is bij je terug. Laatste ronde, jongens, laatste ronde. Laatste ronde. Wij gaan ons opmaken voor de finale. Einde van de wedstrijd voor onze pilootwagen van de Rijmenamse wielervrienden. Met de 25e Memorial van Koningsloop begin weekend. En we krijgen onze 16 koplopers bij elkaar. De spurt wordt op gang getrokken. Aankomst, jongens. De eerste drie van elke categorie hebben we nodig. Dan krijgen we hier aan Schweiz die het houdt in de D-categorie. Wij gaan ons opmaken voor de finale. En van de wedstrijd voor onze pilootwagen van de Rijnlandse Meervrienden. Met de 25e Memorial van Koningsloop begin weekend en we krijgen onze 16 koplopers bij elkaar. De spurt wordt op gang getrokken. Aankomst, jongens. De eerste drie van elke categorie hebben we nodig. Dan krijgen we hier aan Schweiz die het houdt in de D-categorie. Nog ons tweetal, waaronder onze kampioen van België in de D-categorie, Freddy van den Echten. Aankomst, jongens, aankomst. Freddy heeft ook nodig voor de hulking. En dan krijg je de peloton. Jongens, aankomst. En het is Rick de Vree die de spurt houdt. Philip Wouters hebben we ook nodig voor de huldiging. Philip Wouters die derde wordt in de D-categorie. Prachtig werk dat de positie hier vandaag ook weer ten berde brengt. Nog een sleutel, waaronder onze kampioen van België in de D-categorie, Freddy van den Echten. Aankomst, jongens, aankomst. Aankomst. Freddy heeft ook nodig voor de hulking. Toks, jongens, aankomst. En het is Rick de Vree die de spurt houdt. Philip Wouters hebben we ook nodig voor de hulking. Philip Wouters die derde wordt in de D-categorie. Van Guus, Martijn Duraal hebben we nodig. Bij de D's hebben we nodig Hans Wijks, Freddy van den Echten en dan Philip Wouter. En in de C-categorie hebben we nodig
duur 18 Hermans. Het duur 28 Ik zal naar buiten. We hebben nog een dame nodig. Juffrouw, heb jij het? Ja, de video's. Goed. Ja, dat is dan een beetje. En dan een ander fles wel mee zilver op goud en een flesje. Dat was omdat ik in de rand was, dat gezegd. Doe voor de middel van de kinderen. Ja. Voilà. Juffrouw. Ja. Nog geen stukken maken. Voor je beroep. Voor een touwtje, dat ze niet uit. Voilà. Toen, proficiat, juffrouw. We gaan hem de bloemen geven. Onze winnaar van onze openingswedstrijd, Koen Hermans. Koen, proficiat. Dan hebben we op de tweede plaats krijgen we Jean-Paul de Busser. Waar zit Jean-Paul? Ja, voilà. De fles tafel, juffrouw. Dat de man in groen. En dan hebben we Chris Wietvrouw op de derde plaats. Het podium met de dinges, de fles erbij. Voilà. Jongens, zet u een beetje bij in. Dat er allemaal op. Juffrouw zit er maar tussen, dan mocht je bij. De uitzendrechten van Amerika, die komen toch naar ons. Voilà. Geef ze een applaus. Koen Hermans, Jean-Paul de Busser en Chris Wietvrouwen. En dan kunnen we. Ja, ja, ja. Ja, het is driemaal een scheidsrecht hier vandaag. Hé, lawaai. Ja. Voilà. Gaan we winnaar in onze D-categorie, Hans Wuits. Hans. Koen, ze biedt nog een minuutje. Op de tweede plaats krijgen we Freddy van Genechten. Freddy, kom erbij, juffrouw. De fles voor Freddy. En dan hebben we. Sorry mannen. Philip Wouters. Ja. Freddy, draai u een beetje om, jongen, naast de hand. Dan zit u daar. Voilà. En dan hebben we deze. En ja. Ja. Wacht even. Ja. Dat is voor René van Giels. En de fles, ja. Ja, we gaan er bij zetten. En dan hebben we Martijn Dura. Was het die? René. Ja. Nee. Dat zullen we meegeven dan. Vergeet te stappen. Graag naar mannen. Ja, je moet gaan liggen. Om de beetje naar voren, Frederik. Ja, dat is beter. We hebben er maar twee in de E-categorie. Ja? Ja. Leon, goed. Dan gaan we de fles aan de juffrouw geven. Voor de goede zorgen. Ja, zijn er maar twee. Juffrouw, laat het niet smaken. Ik moet geen bang zijn. Ze is niet vervallen. Koen, proficiat, Hans, proficiat, René, proficiat. René, kom er even bij. Koen, met zijn 16e weg. Op een gegeven moment, met zijn 4e weg, 5 ronden van het einde. Wat dacht je, het is gebeurd. Maar dan toch, op een ronde tijd, het gaat niet gekletst. Hans, ik ga niet aan u vragen wie dat is gekletst is, maar ik heb een vermoeden, Koen. Of toch niet? Ja, jong, bij die 4. Ja, zal ik het mee hebben? Ja, voilà, hij was mee vooruit, ja. Maar dan komen ze toch nog terug. En dan een spuur. Ja, met 4, dat was eigenlijk nog een paar honderd te ver. Dat kost me niet houden. En dan hebben we ons terug laten inlopen. En dan hebben we geprobeerd van alles bij elkaar te houden de sprint. En dan dat gemaakt in de sprint. Je weet dat die vrienden aan de bocht aan de kerk vooraan moet zitten? Ja, dat was niet echt geval, maar ik heb het toch nog kunnen maken. Is hopen dat Bonen weet dat hij vooraan moet zitten op de pist. Hans, met die jonge mannen mee. Je moet het maar doen, hè? Ja, ik heb veel moeite met doen voor nog kunnen aansluiten. Want ja, de regelingen gingen weg met het roken en dan waren bijna al de betere renners het peloton. En dan dacht ik, ja, het is nu of nooit. Dan heb ik dan dicht trein, maar dan heb ik toch weer ons moeten onderkomen. Eerder dan mee was. Maar van het moment dat je dan alleen mee zit, ja, dan zit je natuurlijk in een luxe positie. In een luxe zetel. Nou ja, de 15 C-renners, daar 1 en D-renner bij. Dan heb je tegen de mannen gezegd, ik moet op je kop doen. Nou, toen ik heb een deel gedaan, dat is nog altijd een goede training. De Koen Della, het is zo goed. René,
Voor u was het misschien iets simpeler. We hadden er twee E-runners. Ja. Heb je dat bewust in doorgehouden? Ja, mijn tegenstrever was gewoon een goeie. Dus Martijn Duraal. Ja. En die klopt me af en toe nog wel eens. Maar nu geen schrik van? Ik had er wel schrik af, maar ik heb hem toch kunnen kloppen. Ah, je hebt het gehoord van onze winnaar.